Hoi jongens en welkom bij een nieuwe vlog. Het is 2 uur voor de wedstrijd voor het WK Nederland tegen Costa Rica. Ik ben met mijn moeder in Beuningen. Wij gaan straks naar de Zaak. Dat is een café in Beuningen. Bijna iedereen van Beuningen die komt daarheen. En dan gaan we met z'n allen de wedstrijd kijken. Ik ben heel erg zenuwachtig. Ik denk dat het 2-1 gaat worden. Ik ga zo even aan mijn moeder vragen wat zij denkt dat het gaat worden. Want mijn moeder zit hier. Hey! En mam, wat denk jij dat het gaat worden? Nou, ik weet zeker, Nederland gaat winnen. 2-0. 2-0? Ja. Jij denkt dat Costa Rica helemaal niet gaat scoren? Misschien 1. Maar we gaan in ieder geval winnen. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Coco is er ook? Ja! Coco denkt ook dat Nederland gaat winnen, hè? Ja. Nou ja, super spannend. We gaan straks naar de zaak te lopen. Om 9 uur gaan we daar verzamelen. Samen met mijn broer, mijn zus, mijn zwager, mijn schoonzus. Mijn moeder natuurlijk. En haar vriend. Gaan we met z'n allen gezellig naar de zaak. Dus ik zie jullie zometeen weer. Zo, wij zijn inmiddels onderweg naar de zaak. Mijn moeder heeft zich ook een beetje omgekleed. Ja. Echte Oranje supporters. We kunnen lopend lekker naar de zaak, want dat is heel dichtbij. Het is nu 1 uur voor de wedstrijd, want anders is er geen plek meer. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Wat jij, mam? Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Hey. Ja, het is zin in. Ja. Nou jongens, het is rust en het is maar partijtje zenuwachtig. Of ik ben zenuwslopend, want Nederland is gewoon duidelijk veel beter. En we hebben zoveel kans gehad. Nou ja, jullie zullen het beamen en jullie hebben het ook net al kunnen zien in de vlog. Maar het komt goed. En ik heb er volle vertrouwen in ieder geval dat het goed komt. We hebben al zoveel kansen gehad. Het is wel grappig, want zo ongeduldig als ik ben, we hebben hier 2 beamers staan. En eentje staat buiten en wij zitten binnen. Op de beamer buiten loopt hij 2 seconden meer voor dan op de beamer binnen. Dus iedere keer wanneer het heel erg spannend wordt, ga ik op de beamer buiten kijken wat er gebeurt. Is het iets minder eng, want zo ongeduldig als ik ben, kan ik echt niet wachten. En ik ben zo zenuwachtig en mijn hart klopt heel hard keer. En ik ga nu heel snel plassen, want ik moet super nodig. Ik zie jullie zo weer. En dan gaan we heel hard juichen. En dan ook nog winnen. Ik ben zo blij. Maar ja, dat hebben jullie kunnen zien. Ik kan nu doorfeesten. En ik neem jullie misschien nog heel even mee. Of ik ga gewoon doorfeesten. En dan vlog ik vanavond nog als ik thuis ben. Ik heb weinig stem meer. En ik ben zo blij. Is Coco blij? Nou jongens, het is midden in de nacht. We hebben genoeg gefeest. Vond jij ervan, mam? Het was super aardig, super spannend. Goed einde. Dat zeker. Je kunt helaas niet zo heel veel zien. Misschien als ik bij de lantaarnpalen loop. Maar we zijn nog heel veel de hond aan het uitlaten. Want mijn moeder en ik hadden afgesproken dat wanneer Nederland zou winnen, zouden we nog een rondje doen met Coco. En ik ben kapot. Ik slaap zometeen als roos. En het was echt fantastisch. En het was 1 groot gekkenhuis. Het café waar we waren, er was vuurwerk. Nou ja, jullie hebben alles net gezien. Ik ga bij deze de vlog ook afsluiten. Geef een like als je deze video leuk vond. Je kunt ook abonneren om meer van dit soort WK-gekte of gewoon video's van mij te zien, om vlogs van mij te zien. En dat kan beneden. Dan zie ik jullie heel groot tot de volgende keer. Doei doei!